Goedemorgen. Allemaal een hartstikke goedemorgen vandaag. Vandaag willen wij het kombord namens de dorpsraad openen. En dat ga ik samen doen met de wethouder, de heer Poels. Ja, zonder ijs. De heer Poel. Ik wil eerst even een algemeen praatje doen over het kombord. Het kombord, ja, dit is hem dan. En ja, wij vonden als dorpsraad, toen wij de gedachte kregen om een kombord te plaatsen, ja, dat ding moet er gewoon goed uitzien. We zijn een kunstdorp en we willen gewoon kunst uitstralen. En ja, wat is belangrijker als je stunts indraait? Dat je gewoon een artistiek kombord te zien krijgt. En we zijn gaan praten met mensen. We hebben onder andere toen contact gemaakt met Tas van den Broek. En hij heeft met zijn team dit ontwerp gemaakt. En toen wij het zagen, toen waren we meteen echt gewoon verliefd op het ontwerp. We denken, dit moeten we hebben. Tas, alsjeblieft, ga dit ding maken. Een van de artistieke mensen achter dit bord is Jan-Pieter Zandbeek. Hij heeft dit design gemaakt. En ja, wat je kunt zien zijn beeldbepalende dingen van dit dorp. We hebben aan de onderkant hebben wij de runderen in de staat Bossen zitten. We hebben het volleyballen. Hè. We spelen in hele hoge divisies van het volleybal. Dat vinden we erg belangrijk. En we hebben ook nog aandacht besteed aan de motocross. Van 20, 30 jaar geleden, waar nog steeds heel veel mensen ons dorp aan herkennen. Daar zal Rob daar ook nog iets meer over gaan vertellen. We hebben een agendacommissie, daar kom ik daar ook nog op terug, in kort. En die bepaalt welke activiteiten hier opgeplaatst worden. En hier staan dus de activiteiten op van de komende maand. Dat is dus de papieren versie. En als laatste hebben we dan het kombord. Het kombord dan, dit bord. Hier plaatsen wij de grote evenementen van het dorp op. In het team hebben we ook een grafische ontwikkelaar. Dat is Roy Geerts, waar die nu staat, maar een beetje op de achtergrond. Die zal verenigingen, stichtingen helpen om een goede dia daarvoor te maken. Dus heb je als vereniging, stichting, wil je een evenement aanmelden, plaats het eerst even op de digitale website. Neem contact met ons op en wij helpen gewoon om daar een hele mooie dia van te maken. En die wordt dan geprojecteerd op dit bord. En dat is eventjes in het kort. De dorpsagenda. Ja, dankjewel René. Ik kijk even, er zitten wat raadsleden. Zal ik nu wel wat harder in de microfoon praten? Hè? Want dan is het allemaal goed te verstaan met die auto's voorbij. Ja, je hebt een hele technische uitleg gegeven. Ik hoop dat iedereen het heeft kunnen onthouden. Want het was een heel verhaal, maar het komt ongetwijfeld nog terug. Ja, ik zat net aan dat bord te kijken en daar kom ik daar nog even op terug, want het is toch wel een prachtige architectonische uiting wat hier staat. Hè? En ik moest meteen denken aan die betonnen bak daar, die is van de provincie. Dus als we straks gemeente Land van Kuik zijn, gaan we nog eens een keer, als de provincie weer eens een cadeautje wil geven, gaan we het ook eens hebben over die betonnen bak, zodat dat een beetje in evenwicht is, hè? Dat het ook wat mooier wordt. Daar kunnen we vast opnemen dat we dat doen. Ja, kombord. Het is niet zomaar een kombord, hè? Nee, daar zit veel meer achter, hè? En kijk, je gaf net een fantastische technische uitleg, maar wat je ook wel in je verhaal had zitten, daar zitten ontzettend veel vrijwilligers achter, hè? En als je het hebt over vrijwilligers, ja, ik zit hier 2 jaar in Sint-Tunis, maar dat vrijwilligerswerk, dat nabuurschap, laat ik het dan zo zeggen, samen Sint-Tunis is daar een voorbeeld van. Dat is wel iets waar je moet koesteren. Hè? En eigenlijk komt dat allemaal samen weer in zo'n kombord. Hè? Want het is tot stand gekomen vanuit Vitale Kernendorps ontwikkelplannen. Hè? De spaarpot van de gemeente Sint-Tunis. Die we gewoon heel goed gebruiken om Sint-Tunis op de kaart te zetten. Ik heb het ooit in een andere plaatsnaam gebruikt. Maar daar zetten Sint-Tunis mee op de kaart. En heel belangrijk, en in de gemeenteraad roepen ze het altijd, communicatie, communicatie, communicatie. Ja, hier gaat het om, hè. Het is communicatie. Hè. Bedoel, je gaat via samen in Sint-Antunis, wat via in de coronatijd tot stand is gekomen, via trots, dat is trots, maar dat is ook trots, en via dit kombord ga je de bevolking informeren over de evenementen. En één van de zaken die straks ook gaat spelen, is de Brink. Hè. Want we roepen allemaal, en het is ook zo, dat de Brink, dat is gewoon de mooiste Brink, van Nederland. Volgens mij hebben we niet meer zoveel brinken in Nederland.
Dus dat moeten we koesteren. Daar heeft het huidige gemeentebestuur, de gemeenteraad, ook voor gezegd van, geef dat in ieder geval als boodschap mee naar die nieuwe gemeente Land van Kuik, dat je straks daar een prachtige brink hebt waar ook activiteiten worden ontplooid. En dat is ook, ik zie hier Joep staan, dat is ook zeg maar een van de onderdelen van die dorpsontwikkelplannen, dat die brengt dat daar straks de nodige reuring, de nodige activiteit is. En dat je dat hier kunt lezen. Niet dat je daar voorbij rijdt en denkt van, dat is hier een hand. Nee, dan kom je hier en dan zie je dat al staan. Dus wat dat betreft is dat Kombord meer als alleen maar een bord. Het is eigenlijk, ja, er zei iemand tegen mij, het is de slagroom op de taart. Ik zeg, je komt zeker niet uit deze buurt, want wij zeggen, het is de kers op de taart. Maar het is met name de vrijwilligers die de grootste ideeën hebben ontwikkeld en die de inzet hebben gedaan om dat bord tot stand te brengen. En als ik het dan heb over het bord, ja, dat vind ik toch wel mooi hoor. Dat is toch die architectonische invulling, hè. Kijk, je had het over Vaasten, de volleyballers, maar ook het toernooi wat hier jaar in jaar uit wordt georganiseerd. En dan hebben we natuurlijk de Kroster Azen, die hebben we niet meer, maar dat was ook wel een begrip hier in Sint-Tunis. En we hebben nog altijd Jeffrey Herlings, die komt van Sint-Tunis, hè. Dus met andere woorden, dat Kroster, dat zit hier ook gewoon in de genen. En natuurlijk, het is volgens mij een van die Schotse hooglanders, hè. Ja, als ik er voorbij fiets, dan word ik toch altijd een beetje bang als ik die horens zie, maar ze doen niks, zeggen ze. Ik heb ook al eens gelezen dat ze wel wat doen, maar laat maar. Maar dat is wel symbolisch voor de natuurschoon, waar hier natuurlijk in Sint-Tunis ook al eeuwen het, hè. Het is mooi dat dat natuurschoon hier dan ook verenigd wordt. Ja, het enige wat ik dan miste, dat was Dancing Bos. Maar goed, dat zal wel een reden hebben, want dat was ook een van mijn ervaringen die ik in het verleden had met Sint-Tunis natuurlijk. Maar je mag hier, niet alleen op het blaadje, maar je mag hier als gemeente Sint-Tunis trots op zijn dat dit bord vandaag onthuld gaat worden. En ik heb alleen maar ontzettend veel waardering en respect. Hè, want dat wij een beetje geld bijgedragen hebben is prima, maar waar ik mee begon, waardering en respect voor die vrijwilligers die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. En dat geeft ook weer vertrouwen voor de toekomst, dat we straks wel opgaan in die grote gemeente Land van Kuik. Maar laten we eerlijk zijn, Sint-Tunis en haar kernen, het liefst gewoon Sint-Tunis en haar kernen. Laten we daarop houden. Iedereen gewoon in Sint-Tunis gefeliciteerd met dit prachtige kombord. Gefeliciteerd allemaal! Okay. Joep. Mag ik geen kortsluiting, hè? Nee, doe je best. Okay. Hup, hup, 1, 2, 3, en ja! René Teunissen van de dorpsraad in Sint-Tunis. Een mistige zondagmorgen. Een heleboel mensen komen hier naar, zeg maar, de rotonde. Want het kombord wordt geopend. Een nieuwe uitspatting van Sint-Tunis, van de dorpsraad. Ja. Ja, klopt. We hebben vandaag het kombord geopend. Het kombord is deel van de dorpsagenda. En met het kombord geven wij alle verenigingen, stichtingen, etc. de mogelijkheid om hun evenementen duidelijk, ja, gewoon kenbaar te maken. Zodat je gewoon goed bezoek hebt van je evenementen. Nou kun je natuurlijk discussiëren over waar past dat kombord het beste. Maar het is dus duidelijk hier. Want? Ja, nou, we hadden twee plekken eigenlijk in het dorp eigenlijk als potentie. Het ene was bij de brandweerkazerne, het tweede was hier bij de rotonde. Nou, bij de brandweerkazerne vinden wij het verkeerstechnisch toch wel wat gevaarlijk. Hè. Daar heb je afslagen van wegen, et cetera. Bij de rotonde hier is geen fietsverkeer, voetgangersverkeer. En ook hier heb je gewoon heel veel verkeer, et cetera. Dus we hebben gedacht, dit is de beste plek. Daar hebben we weer een heleboel mensen aan meegewerkt, ook inhoudelijk. Waar gaan jullie voor? Wat krijgen de mensen te zien, de voorbijgangers? Ja, dan moet ik zeggen dat ik jouw vraag niet helemaal snap. Maar de voorbijgangers krijgen te zien en te zien van wat zijn nou de evenementen van de komende weken in dit dorp. De grote evenementen waar ook publiek bij kan komen. Dus dan moet je denken aan Quizit. Wanneer heb je dan die avond? Als je een belangrijke voetbalwedstrijd heeft, DSV, of een belangrijke volleybalwedstrijd, dan wordt het hier gewoon duidelijk gemaakt, het is er. Nou, kan het best zijn dat het dringend geblazen wordt, dus, maar er zijn weer mensen, een commissie die zich daarover buigt van dit gaan we plaatsen of ja, dit niet. We hebben een agendacommissie die bestaat uit 5 mensen en die bepalen dan, ja, met welke frequentie, welke dia voorbij komt en ook de datums, et cetera. Kijk, we kunnen over 2-3 dia's laten zien als men hier van de auto, met de auto hier vanaf de rotonde komt. Ja, daar moet natuurlijk wel prioriteit ingezet worden. En de agendacommissie zal bepalen hoe de dia's dan geprojecteerd worden op het kombord.
De wethouder zei net ook al dankbaar dat Sint-Tunis zoveel vrijwilligers heeft en graag wil behouden. Want er hebben er weer veel aan meegewerkt. Ja, we hebben diverse commissies in het leven moeten roepen eigenlijk om dit bord voor elkaar te krijgen. Maar dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Hè. Als je mensen op de goede manier vraagt om mee te helpen, dan zijn ze gewoon beschikbaar. Financieel? En financieel was ook dit keer geen enkel probleem. Hè. De gemeente heeft diverse projecten, hè, de vitale kernen, de DOP-DIP, etc. Daar zit ook geld aan gebonden. Dus op het moment dat je een mooi, goed plan hebt, ja, dan krijg je gewoon toestemming. En die hebben we gekregen. En we hebben dit bord gewoon voor de komende 10 jaar gewoon helemaal geregeld. Ja. Dus we hebben geen sponsors nodig, niks. Alles is geregeld. De verzekeringen, de elektriciteit, alles dat is rond. De komende 10 jaar kan het met dit bord gewoon niet verkeerd gaan. Kunnen we zeggen dat Sint-Tunis bloeit en groeit? Niet alleen door dit bord, dat is dan het laatste, zal ongetwijfeld nog veel meer komen. Ja. Dankzij jullie als dorpsraad vooral. Ja, ik wil natuurlijk niet mezelf een pluim geven, maar ja, ik denk wel dat we de zoom erin hebben. We zien ook gewoon mensen heel positief op alles reageren. En wij proberen als dorpsraad gewoon zoveel mogelijk te verwezenlijken. Dus niet alleen plannen maken, maar ook dingen voor elkaar krijgen. En daar zijn we gewoon hard mee bezig. Toekomst ziet er wat het dorp Sint-Tunis betreft veelbelovend uit. Ja, daar heb ik een zeer goed gevoel over. En ja, we zijn ook klaar voor de fusie met Land van Kuik. En ja, we hebben de schoen te pakken.